Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag zondagochtend. Zondagochtend is 11 uur. Ik ben net opgestaan, maar het is een chill zondag. Niels is even in de garage, want er zijn mensen die zijn zetel hebben gekocht. Die bruine lederen zetel van helemaal boven in de mancave gaat dus weg, want Niels wil daar volledig fitness in die zetel weg. Dus ik zei, ja, dat is goed voor mij en verkoop hem dan maar. Dus dat zijn ze nu aan het inladen, denk ik. En dan gaat Niels, denk ik, zelfs naar de winkel. Ik moet niet mee. Dat is wel eens fijn. Want we hebben nog niet ontbeten, ook niet. Dus ik denk dat hij broodjes gaat halen en zo. En dan ga ik wat eikens bakken ondertussen. En ja, zo'n dingen. Lekker gezellig zondag brunchje. En dan ga ik, denk ik, zelfs een gezichtsmaskertje doen, want daar heb ik nog eens zin in, want het is even geleden. En gewoon een beetje me-time, douchen ga ik ook erna en gewoon chill dagje. Milky, wie is dat? Milky! Milky! Yeah. Hij is terug van de bakker, van de winkel. En we hebben lactosevrije kaas, hardgekookte eikens, hummus, broodjes. En ik heb gerookte zalm tartaar met truffel mayonaise gemaakt. Ook wel in de volksmond gezegd als decadentie, mengeling. Dat zeg ik echt niet, hè. En we gaan... Ik weet nog niet wat we gaan kijken. Een donut. En Niels heeft een donut. Oké, ons ontbijt of middageten is op. En nu is het tijd om mijn bloemetjes nog eens te vervangen. Want deze staat echt al 3 weken vandaag. Van Niels zijn ouders, dus ze zijn wel nog redelijk goed. En die andere een week. Nee, 2 weken. Dus dat moet ook weg en die op de tafel moet ik ook eens vervangen. Oké, we zijn ondertussen weer even later. Tijd voor een gezichtsmaskertje. Mijn huid heeft er echt nood aan. Het is even geleden dat ik een maskertje heb gedaan. Dus vandaag ga ik er weer voor. Ik ga het Peel Off Face Mask gebruiken met Deep Sea Mud van May Beauty. Ziet er zo uit. En dit is perfect voor zwarte puntjes en imperfecties. Dus de zwarte puntjes die je zo op je neus kunt hebben of op je kin. Hier komen die ook vaak voor. Er zijn mensen die die op meerdere plaatsen hebben. Dat kan allemaal, dat is normaal. Want dat is eigenlijk een soort van vuil build-up eigenlijk opgebouwd in je poriën. En dit maskertje gaat ervoor zorgen dat dat vuil uitgetrokken wordt. Dus het is een peel-off mask. Ik ga het over heel mijn gezicht aanbrengen. Niet direct onder mijn ogen natuurlijk, dat vermijd je altijd. En dan na een bepaalde tijd kun je dat er aftrekken, super easy. En dan gaat je ook zien dat er echt vuil uit is gekomen. Jullie hebben mij sowieso dit product al eerder zien gebruiken in een vlog of op mijn Instagram story. Want het is niet de eerste keer dat ik dit maskertje gebruik. Deze behoort echt tot een van mijn favoriete maskertjes. Gewoon omdat je echt zo goed ziet dat er echt vuil uit je huid komt. Daarna heb je ook zo'n goed gevoel gewoon. Je voelt echt dat die vuiligheid allemaal weg is. Oké, ik heb het zakje geopend. En dan pak ik een borstel, super handig. Ook deze is van May Beauty. Dan gaan we gewoon een goede dikke laag leggen. Niet te dik natuurlijk, maar wel een goed laagje. Het smeert echt wel best makkelijk uit.
En zo één zakje is ook wel echt perfect om heel je gezicht te doen. Het ruikt ook echt heel lekker, heel natuurlijk. Ergens ook een beetje citroen vibes die ik erbij krijg. Maar echt super aangename geur. Voilà, het maskertje zit erop. Nu ga ik dat 30 tot 45 minuten zijn werk laten doen en laten intrekken. Je gaat echt wel goed merken wanneer dat droog wordt. Dan gaat je ook zien dat je het veel minder blinken, dat je het eerder mat worden. En dan kom ik zelfs bij jullie terug om het eraf te halen. Oké, we're back. Ondertussen, denk ik toch 35 minuten later. En je ziet, alles is goed strak geworden. Dat blinkt nog, maar het is echt wel zo'n mattere finish als je het echt ziet. Dus nu ga ik het eraf trekken. Het leukste gedeelte vind ik zelf persoonlijk. Ik begin altijd zo even zoeken naar een puntje. Gehoord. Milky zit hier op de grond. Gehoord het ook. Het doet ook echt geen pijn, dus don't worry. En je ziet dat het er echt goed vanaf komt. Ik doe dat het liefst altijd rustig, zodat zeker al het vuil meekomt. En voilà, het is eraf. Je ziet, ik heb nog een paar kleine restantjes, maar die kun je er gewoon vanaf wassen of er ook vanaf trekken. Dus dat ga ik even doen. Voilà, het is er helemaal af. Een heel zacht gevoel. Echt een babyvelletje, niet normaal. En ik zie zelf ook in de spiegel, dan gaan jullie minder zien natuurlijk op camera, maar dat mijn mee-eters echt een heel stuk minder zijn en er echt mee uit zijn. Willen jullie het maskertje nu zelf eens uitproberen, dan kan dat met een kortingscode, want ik mag jullie maar liefst 25% korting geven, wat superveel is natuurlijk. En mijn kortingscode is FM Thalissa, dus de F van Face en de M van Mask. En dan gewoon Thalissa. En daarmee krijgen jullie 25% bij Maybeauty op het Peel Off Face Mask. Ik zal hieronder ook de link in de beschrijving zetten en de code nog eens. Dus dan kunnen jullie het zelf testen. Ik ben zo iemand die nooit genoeg maskertjes heeft. Want ik heb hier nog één pakje reserve. Hier zitten er nog 5 in. Van dit face maskertje. Dus ik zorg altijd wel dat ik dat op voorraad heb. Omdat ik gewoon af en toe wil doen. En het gevoel wat ik daarna heb is echt super. Gewoon clean skin. En dat vind ik wel belangrijk. Alrighty. Nu we terug clean en fresh zijn, gaan we verder met de dag. Ondertussen lekker een maskertje gedaan. Zoals jullie kunnen zien, mijn huid voelt echt super goed en super fris aan. En ik heb me gedoucht, even een ander outfitje aangedaan. Weer, dat is de derde van vandaag. Maar ik ging gekleurde was opzetten, dus de vorige 2 zijn in de was. En nu is er ook een super leuk PR pakketje gekomen van Julie Bonen en haar PR bureau. Be Social Solutions noemt het. En ik ga je laten zien wat erin zat. Oké, super mooie juwelen, echt prachtig. Er zit tijmvloeibare honing in, een Malou, my fave, dan een donut van Donatello, 2 maskertjes van Leslie Ann Poppen, een spray tan, sugar mom cakeje denk ik dat dat is, pralinetjes en dan nog 2 make-upjes, een primer en een mascara en nog iets om uw diamanten in uw ring of in uw juwelen te laten blinken. Dus super leuk. Oké, nu heb ik me hier geïnstalleerd. In de balken in de hoek van de zetel op de grond. Dat is mijn favoriete plaats. Met een theetje. En ik ga YouTube kijken. Ik ga als eerste de video kijken van Widia Soraya. Denk ik dat je het uitspreekt. Want zij heeft een nieuwe video over
manifesteren, over hoe je je beste zelf kunt vinden, al die dingen. Ik vind hem nu wel niet, ik ben aan het zoeken, maar ik zie hem niet. Maar er is daar een serie over. Als ik zelfs weet hoe het heet, dan zal ik het even zeggen. En die ga ik kijken, want ik kijk die super graag, die serie. Kijk, ik vind het echt niet, hè. Kijk, ik ga op haar naam zoeken, want anders blijf ik zoeken. En ja, ik kijk die gewoon echt super graag. Echt een heel interessante serie. Wie, ja, daar is ze. De serie noemt... Ah, oké. Okay. Ah, Come Grow With Me noemt de serie. En die is dus op haar YouTube-kanaal. En ik ga nu de dingen kijken van hoe... Leer hoe je jouw toekomst kunt vormen door middel van manifesteren. Dus die ga ik nu kijken. En ondertussen is het tijd voor date night. Woehoe! Woehoe! Het is de volgende ochtend ondertussen. Ik ben de vlog gisteren vergeten af te sluiten. We hadden nog fijn een date night, Niels en ik, maar daar heb ik niks van gefilmd. Gewoon even us time, super leuk. En nu ga ik de vlog editen en dan naar kantoor. Ik heb vandaag wel weer een drukke dag. Maar hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na en dan zie ik jullie snel weer. Doei!